De geplande bezuinigingen op het openbaar vervoer in de stadsregio Rotterdam zijn onhaalbaar, dat zegt verantwoordelijk bestuurder Baljeu. Het gaat de komende 10 jaar om 565 miljoen euro aan bezuinigingen. Daardoor zouden onder meer 12 buslijnen in Rotterdam sneuvelen. Ook komt de Bobbus deels te vervallen en worden kleinere loketten op metro- en busstations gesloten. Reggae-legende Bob Marley mag dan al 30 jaar dood zijn. In het Rotterdamse Theater Zuidplein waren woensdagavond toch weer bekende Marley-nummers te horen als Stir It Up en One Love. Zanger en Bob Marley lookalike Jorge Lizardo en zijn band wisten met de classics de theaterzaal in een dansvloer te veranderen. Wie meent dat de waterschappen in tijden van droogte niets om handen hebben, komt deze week bedrogen uit. Het waterschap Hollandse Delta controleert of veenkades in de regio door de droogte schade hebben opgelopen, zoals verzakkingen of scheuren. De komende dagen worden in de regio tientallen kilometers dijk onder de loep genomen. Ja, vandaag begint de dag met bewolking, misschien zelfs wel een spatje regen. Maar ja, zeg maar vanmiddag vooral dan van het westen uit. Ja, wordt het zelfs redelijk zonnig bij temperaturen van ongeveer 17 graden en een matige westenwind.